Maar we beginnen met een voertuig dat stiller is dan welke vrachtauto ook. Hij is bijna onzichtbaar. En kost meer dan 1 miljoen euro. Dit is het allernieuwste verkenningsvoertuig ter wereld. De Fennec. Zo, moet naar voren, hè? Ik moet hier langs? Ja, rechts langs. Dit is een klein. Eerst je ene voet. Eerst deze. Eroverheen. Ah, ik ben gewend om in van die kleine raceautootjes te stappen. Maar dit is ook niet echt... Het zijn zeker hele kleine mannetjes, die verkenners, hè? 1,85 meter, 1,90 meter dan. Dat is max. Houdt het wel op, ja. Jij bent instructeur. Jij gaat mij uitleggen hoe dit allemaal werkt en hoe ik hiermee kan wegrijden straks. Want dat schijnt iedereen te moeten kunnen, hè? Volgens jullie. Ja, als je auto kan rijden, kan je ook in een Fennec rijden. Nou, laten we maar beginnen met starten. Sleutel? Ja. Omdraaien? En dan? Nou, dan moeten we natuurlijk nog even de lampjes aanzetten. Links zie je een draaiknop en die draai je linksom. Verlichting is aan. Even controleren of de spiegels goed staan. En dan? Gewoon in de... In de drive zetten? Ja, je zet hem gewoon in de A24, oftewel in de tweede tot en met de vierde versnelling. Ja. Parkeren hem kun je lossen en dan gaan we rijden. Ben jij er klaar voor? Ik ben er klaar voor. We gaan rechtsaf. Maar. Gaan rechtsaf. Jij wilde linksaf, hè? De Fennec heeft een 6,5 liter zescilinder turbo dieselmotor met een enorme trekkracht. Maar dat zullen we later zien in dit programma. Ik heb nog nooit in een vrachtauto gereden. Ja, één keer kijk, moet je eerst rijden. Ja. Hoeveel liter brandstof gaat hier nou in? 230 liter. 230 liter diesel. Kan ik je melden dat die bijna op zijn? Kunnen wij hier tanken in de buurt? Ja, we kunnen wel even gaan tanken. 230 liter. Valt eigenlijk best nog wel mee. Het gemiddelde verbruik is 1 liter op 4,7 kilometer. En dat terwijl dit voertuig zo'n 10.000 kilo weegt. Tanken is niet echt handig, maar een bekijkstadje heb je. Even afrekenen alsjeblieft. Ja, dat is pomp nummer 2, hè? Ja. Dus 230 liter, 225,50. 225 euro? Ja. Airmail zijn van mij natuurlijk. Kijk eens. En die is weer voor u. Zo is een gratis vakantie. Het is wel heel apart om met deze auto in het centrum van Amersfoort rond te rijden. Kijk, rotonde. Gaan we eens even kijken. Hoe kort die draaicirkel is, dat is echt absoluut bijzonder. Parkeren met deze auto is natuurlijk niet echt eenvoudig, maar ach. Ik bedoel, het is geen pandaatje, hè? Het is geen mini, maar... Zo. Ja, netjes, hè? Er zijn mensen die nog geen mini kunnen parkeren. Maar dit is toch een staaltje vakmanschap, na een half dagje oefenen. Hè? Een geweldig, bijzonder voertuig dat speciaal is ontworpen als verkenningsvoertuig voor de Koninklijke Landmacht. Nou hebben ze daar in Amersfoort zo'n geweldig oefenterrein waarmee je bij dit ding dingen kan doen die je bijna niet voor mogelijk kunt houden. Nou, dat willen wij zelf natuurlijk wel even zien. En dat zien we straks.